Lock and load. Let's go. De hele vakantie doordoen, maar die zie je pas volgend jaar. Dus vandaag is het dan voor jullie 1 januari, voor mij is het. Even kijken, voor mij is het 20 december voor mij. Zo op dit moment. EVSA gaan wij flyeren in de stad van Almere. En daar ben ik nu op aan het wachten. Het is dus voor de campagne Stop Vandalisme. Dus met vuurwerk, met bushalves. Allemaal materiële dingen wat van de gemeente is wat geld kost. Daar hebben wij voor mij actie voor. Minder wordt. En dan gaan wij vandaag actie voeren. Vandaag vlaggen vlaaien, zodat mensen ervan weten. En het is nu best wel vroeg, het is nu 11:15 voor mij. En voor mij is het best wel vroeg in de ochtend. Normaal ben ik nooit zo vroeg actief eigenlijk. Nou, hoe was jullie oud en nieuw? Laat het weten hier in de comments. Ik wil wel weten wat jullie hebben gedaan met oud en nieuw, of je vinger nog hebt. Ik heb ze nu nog wel, aangezien het nu 20 december is. Dus ja. Maar dat maakt mij helemaal niks uit. Dat is nu nog vroeg, laat het jaar eigenlijk. Ik loop op bullshit, dus ik zie jullie zo meteen. Nou, jullie zien mij zo meteen. Zoals Sander net al zei, is het zo dat het echt voelt alsof je het fout zou doen met als je die flyers op gaat hangen, die labels. Het voelt echt gewoon alsof je de hele boel aan het terroriseren bent. Iedereen kijkt naar je van, wat doe jij, weet je. Maar het is wel voor het goede doel, wil ik dat wel niet zeggen, maar het is wel iets goeds eigenlijk. Voor het eerst in mijn leven is goeds. Yeah. Ja, voor het eerst in mijn leven. Voor het eerst iets voor de gemeente wat ik doe. Ja, wat is voor de gemeente natuurlijk dit? Dat klopt. En voor jezelf, want vandalisme betaal je altijd zelf. Precies, het is onze belastingcenten die erin gaan. Ik vind het helemaal niet leuk, ik vind het helemaal niet kunnen. Ik vind het totaal asociaal dat het gebeurt. En ja, we zijn nu bij de passage. Ja, het was heel random om dat zo van een naar ander te gaan. Maar dat maakt niet uit. We gaan nog even langs de mediamarkt. Om daar nog wat flyers op te hangen en flyers uit te delen uiteraard. Mijn hele tas zit vol. Allemaal van die dingen. En dit doet heel pijn aan mijn rug. Dat is helemaal niet leuk. Want Sander wil die tas niet dragen. Ik vind het helemaal niet leuk. Maar het maakt me helemaal niks uit. Want het is voor het goede doel. Dus daar doe ik het voor. Ja. Het is geen goed doel. Ik blijf het zeggen. Maar het is geen goed doel. Of wel? Nee. Nee.
Het is geen goed doel. Op zich wel. Loop je nu in de stad en wat ik zie is de kerstman. Hallo. Ho, ho, ho. Komt ie. Plaatje. Foto. Ja, we hebben hem. Top, dankjewel. Maak een foto. Dat was dus de kerstman. Sander, wil je ook een foto met de kerstman? Ik hoef niet een foto met de kerstman. Hoezo niet? Hij is toch cool? Ik geloof niet in de kerstman. Daar is hij. Ja? Hulp zit ik. Hulp wel kerstman. Ja, ik ga een hotdog halen, ik heb honger. Dan loop je mee. Ik ga een hotdog halen. Tot zo. Ga je veel te maken. Ja, we zijn nog steeds bezig. Maar eigenlijk zijn we al bijna klaar met alles. Met alle flyers, dingen ophangen en uitdelen. Ik ben nog steeds met Sander. Wat vind jij ervan vandaag? Om het nu te doen. Goed toch? Koud. Frisjes, maar niet echt koud. Ja, ik vond het wel koud, maar ik vond het vooral dat ik in mijn hand in mijn zak heb gezeten, dus warm. En de wind waait nog steeds keihard, wat ik echt zo verschrikkelijk vind. Haat wind. Zo'n paar dingen zijn die haat. Wind, ijzel en hagel. Nee, regen. Nee, dat vind ik niet echt zo heel erg. Ook gedaan. Dat voelt niet erg, maar ik vind het hagel kan zo vervelend zijn. Als je op de fiets zit, ik heb hagel in je gezicht, is zo irritant. Sander gaat nu het ophangen. Wat dan er? Oké. Yeah. Bezig. Ja, precies. Ze worden ervan afgehaald. Nee joh. Ja, maar hier heeft hij eraf gehaald. Hier is hij eraf. Oh ja. Bij deze. Hier wel. €290. Glas, €290. Ja, precies. Glas hier zo. Glas, €290. Hoeveel kost het nou van vandalisme? Ja. Nou, ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik ga weer even naar binnen bij het hele grote gebouw hier bij het centrum. Ik ga nog een beetje chocomelk drinken en dan ga ik weer naar huis. En dan ja, duurt voor mij nog wel even voordat ik echt thuis ben. Maar 4 uur is dat natuurlijk heel snel. Ik ben inmiddels thuis. Het is koud. Ik ga naar binnen, want ik heb totaal geen zin om nog iets buiten te doen. Misschien dat ik zo nog een stukje vlog op ga nemen, dat denk ik niet. Want het is gewoon veel te koud om nog buiten te zijn. Ik ga misschien vanavond nog even chillen met vrienden. Ik ga sowieso even skypen met Robin. Robin Tuip, van hem komt de muziek, de meeste muziek die ik gebruik. In mijn vlogs komt dus van hem. Ja, dat is het eigenlijk een beetje. En ik ga binnenkort ook met Robin ga ik video's opnemen. Gamevideo's voor zijn kanaal, Gaming Tuip. En dat is ook iets voor mij waar ik samen met hem aan ga werken. Ik ben niet helemaal scherp. I don't care. Ik ga zo meteen dus naar binnen. Een lekker kop chocomelk en dan zie ik je misschien zo meteen nog. Of zie je mij zo meteen nog, maar... Dat zien jullie wel in de tijd, hoe lang die vlog nog duurt. In ieder geval, ik heb pas wel zin over 2 dagen, of ja, maandag, overmorgen. Dat is het voor mij dan. Is het 22 december, voor jullie is het dan, zeker, 3 januari. Dat jullie dat die vlog online komt. Dat is een vlog over mijn optreden in Club Backstage Almere. Ik ga vrij weinig doen, de dag zelf eigenlijk. Maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Het is wel leuk om naar te kijken. De avond wordt vooral heel veel gefilmd eigenlijk. En dat zie je dan wel weer. Dus ja, like die shit. Yo.
Yo, top dat je nog kijkt naar deze vlog. Ik was aan het bewerken. Dat kun je hier ook heel mooi zien. Dat ik hem aan het bewerken ben. En ja, ik kom er dus bij een paar dingen achter. Ik heb deze camera heb ik dus nog niet heel lang. Dus de eerste keer dat ik hem in vlog. En het valt op dat je dit hoort. Het zijn dus twee dingetjes die aan de zijkant zitten waarmee jij een ding kan ophangen of een ding kan vastmaken hier aan je camera, aan de zijkant. Waardoor je mij in je nek kan hangen. Nou heb ik daar op zich niet zo heel veel aan, aangezien ik het niet echt ga gebruiken. Maar ik hoorde dat echt enorm vaak in de vlog komen, dus sorry daarvoor dat dat gebeurd is. En wow, oké, I don't care. En ik kwam ook achter dat ik geen outro had opgenomen. Dus mijn outro was weg. Ik kon hem niet meer vinden. Ik had toch wel een hele leuke outro opgenomen met mijn kat en mijn hond en zo. Maar die kon ik dus niet meer vinden. Dus vandaar deze outro. Of het afsluitstukje. In ieder geval, leuk dat je hebt gekeken naar mijn allereerste vlog. Dit is mijn eerste dag van vakantie. En ook de eerste vlog van het jaar eigenlijk. Want ik ga weer opnieuw beginnen met vlogvideo's maken. Ik ga morgen. In de vlog van morgen kan ik alvast zeggen wat je gaat zien. Ik ga naar Haarlem, ik ga naar Serious Request. Op het moment dat je die vlog kijkt is dat al lang geweest. En ga je waarschijnlijk alweer naar school of I don't know. Ik weet het niet. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken naar mijn video. Naar mijn allereerste echte vlog eigenlijk weer sinds een hele lange tijd. Geef hem een blauw duimpje omhoog als je hem vet vond. Deel hem met al je vrienden via social media, via Facebook en Twitter. Instagram kan ook. Al mijn linkjes staan in de beschrijving van mijn Instagram, van mijn Facebook en van mijn Twitter. En de e-mailadres van mijn mediabedrijf East Vision Productions, om het even zo te zeggen. Die staat ook in de beschrijving. En dan zien jullie mij morgen bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. Ik weet op het moment dat ik deze video maak, weet ik nog niet eens de naam van het kanaal, maar I don't care. In ieder geval bedankt voor het kijken en ja, laat in de comments achter wat je ervan vond. Een duimpje omhoog. See you next time. Fucking load. Let's go.